mezelf op met mijn werkplaats. Met de materialen die ik heb. En dan kom ik telkens tot een nieuwe beslissing. En uiteindelijk staat er een prachtig werk, vind ik zelf. Een smidsen, ja. Hier werken de mensen met staal en dat gaat ritmisch gebeuren. Dus we hebben de gitarist achter ons, die maakt het motorgeluid. En op dat motorgeluid wordt gesmeed door drie percussionisten, drie professionele percussionisten. En we moeten dus eerst de kolen warm maken in het fabriekje. Zodra het warm is, dan wordt er gesmeed. En dan op een gegeven moment dan is er water nodig om dat staal te koelen. Dus dan gaat er wordt er water gehaald door de percussionist die hier zit. En die trekt het omhoog naar zijn maatje. En dan gaat dat staal erin. En dan krijg je dat mooie sisgeluid. En hier zit ook nog een hier wordt in geklommen, dus van buitenaf. En je ziet dat hij nou echt heel snel gaat. Dit tempo dat kunnen we natuurlijk nooit klimmen. Als je goed kijkt hier, dan zie je een ketting naar beneden lopen, naar een parallele as. Die loopt naar achteren en dan komt hier een schroef. Die wordt erin gehesen. Die schroef is 2 meter hoog, dus die zit half onder water, half boven water. En die staat daar. Die komt hierachter en dat zorgt voor voldoende weerstand, waardoor hierin geklommen kan worden, als het goed is. Ik zeg het wel nu op Omroep Brabant, maar straks werkt het niet. Maar goed, dat hopen we dan maar, hè?